Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laser engraving. De Artur Laser Master 2 15 watt versie. U heeft in de afgelopen weken een aantal video's van mij gezien waarin ik heb laten zien wat ik allemaal zo creëerde met die laser engraver. Daarbij ben ik nooit echt heel diep gegaan in de werkwijze daarvan, met name in de software Lightburn. Dit keer wil ik het iets anders doen. Dit keer wil ik laten zien hoe ik van dit een gewone tegel, zoals u die bij de Gamma kunt kopen, gewoon een badkamertegel, wit, glanzend, kan komen tot dit. Dit is een gravure van hertog Karel van Gelre, grootste Gelderlander ooit. En die is gegraveerd op die tegel door mij. Wij gaan het wel iets eenvoudiger maken, maar de procedure is dezelfde. Ik ga een tegel maken voor Sint-Nicolaas met een kleurplaat daarop. Nou kan je, voor iemand die daar al een beetje thuis in is, kan je in Lightburn gaan zeggen van joh, ik wil het als een tekening doen, ik wil het dus overtekenen. En dan graveer je feitelijk alleen de lijnen. Maar ik ga gewoon dezelfde procedure gebruiken. Ik ga hem laseren als een afbeelding. En daarvoor moet ik hem bewerken. Ik moet hem downloaden. Nou, dat is ook het procedé. Dan kan ik alvast wel gaan vertellen wat we gaan doen. We gaan eerst de tegel schoonmaken. Dan gaan we hem schilderen. Vervolgens gaan we een afbeelding downloaden die we als te laseren object op die tegel willen hebben. Dan zullen we die afbeelding door een website moeten halen, als bijvoorbeeld Imager. Die website zullen we zien, die heeft een aantal mogelijkheden om dingen met afbeeldingen te doen en specifiek voor lasers. En dat zal straks ook blijken dat als je daar een kleurenfoto in zou doen, dat hebben we niet, maar als je er een kleurenfoto in zou doen, komt hij er een zwart-wit foto uit. Simpelweg omdat een laser geen kleuren lasert. Dus Imager. Vervolgens moeten we naar Lightburn. Lightburn is een software die eigenlijk het beste is voor een standaard laser. Zeker zo'n diode laser, zo'n Chinese zoals die Artur's bijvoorbeeld zijn. Lightburn is niet gratis, kost omgerekend in euro's tussen de 52 en 53 euro op het moment. En dan heb je een jaar subscriptie die je echt ook na dat jaar mag blijven gebruiken. Alleen als er na dat jaar een update uitkomt, dan krijg je die niet voor niets. Dan moet je daar weer een x-bedrag voor gaan betalen. Dat ga je alleen dan doen wanneer die update zo groot is dat die ook werkelijk wat toevoegt aan je software. En anders niet natuurlijk. Althans, zo kijk ik het tegenaan. We gaan een afbeelding van Sint-Nicolaas laseren. Dus een kleurplaatafbeelding. Ik wil niks toevoegen aan die hele discussie over Zwarte Piet en niet Zwarte Piet. Ik heb er wel een mening over, maar daar wil ik u niet mee belasten. Dus daar gaan we het niet over hebben. We gaan hem dus bewerken. Eerst een Imager, dan gaat hij naar Lightburn. En in Lightburn gaan we hem zorgen dat hij de juiste formaat heeft voor de tegel. De tegels zijn 15 bij 15 centimeter. We gaan daar ook zien dat we die afbeelding nog wat kunnen aanpassen. Het contrast, de brightness en de gamma bijvoorbeeld. En als dat dan klaar is, dan kunnen we vervolgens gaan zeggen van, want je praat, zullen we straks zien in Lightburn, over lagen. Wat zijn de snelheden en percentages van het laseren van die bewuste laag? En als we dan vervolgens dat allemaal, als dat klaar is, opslaan, dan gaan we naar de andere computer, die hier in de serre staat, waar ik nu sta. Die is namelijk verbonden met de laser engraver. En dan kunnen we vervolgens ook die tegel laseren. Dat is dus stap nummer 6. En als dat weer klaar is, want dan zijn we nog niet klaar, dan gaan we in stap 7. Ik had verteld dat een van de stappen was dat we die tegel gingen schilderen. We gaan de verf er weer afhalen. Ja, waarom dat dan? Ja, nou heel simpel. Omdat zeg maar in dat laseren wat er gebeurt is die verf die erop zit, die heeft een chemische werking en die heeft een werking op dat keramische oppervlak van die tegel. Dus wat die doet is in feite die verf omzetten naar iets wat vast in die tegel gebrand wordt. Maar dat betekent wel dat de rest eraf moet. En dat is dan de voorlaatste stap. De rest er dus af, dat moet schoongemaakt worden, doen we met aceton en een gedeelte met alcohol.
En als allerlaatste stap gaan we er nog een klein laklaagje overheen spuiten om de zaak mooi te maken. Nou, dat proces, dat gaan we u in een video laten zien. Het gaat een wat langere video worden. Als je het leuk vindt, volg hem. Ik ga beginnen met het schoonmaken van de tegels. Het schoonmaken van de tegels. Waarom doe je dat? De tegels worden gekocht, tenminste door mij gekocht bij Gamma. Zijn niet verschrikkelijk duur, iets van 7,5 euro voor 44 van dit soort tegels. Gewoon normale badkamertegels. Ik heb er ook wat meer klaar liggen zoals je ziet. Waarom? Simpele reden, ik maak er 4 tegelijk. Ik maak niet 4 Sint-Klaas afbeeldingen tegelijk. Maar wat ik meestal doe is een aantal tegels klaarmaken voor dit procedé. Zodat ik dat niet eerst hoef te doen. Dus ik ga er in feite 4 schoonmaken en straks schilderen. Met spuitbus natuurlijk, het makkelijkste. Maar omdat die allemaal in die doos zitten en die achterkant van die tegels, dat is een wat ruwe achterkant zoals je ziet. Dat is natuurlijk ja, keramisch gemaakt allemaal en zo. Er zit vuil op en dat zit allemaal op elkaar en daardoor moet je in feite simpelweg die tegels gaan schoonmaken. Nou, hoe doen we dat nou? We pakken gewoon een spuitbusje. Ik heb hier een spuitbusje. Die heb ik gedeeltelijk gevuld met isopropanol. Isopropanol is 99% alcohol in dit geval. Daarmee spuit ik de tegel in en ik maak hem schoon met een doekje. En daarmee haal ik het overtollige vuil ervan af. Vervolgens leg ik hem aan de kant en ik ga naar de volgende. En dit doe ik dus 4 keer. In dit geval, voor onze video is er natuurlijk maar eentje nodig. Dat is toegegeven, maar dat maakt niet uit. Maar gelijk even 4 doen. Dit moeten we dan uiteindelijk goed laten drogen. Dat is ook duidelijk, want op natte ondergrond nou is alcohol verdampt. Hè, dus dat scheelt. Maar op een natte ondergrond schildert het niet zo goed. Dus we moeten het laten drogen. En als het dan goed droog is, en dat gaat bij mij pas morgen zijn, want het is nu donker, morgen ga ik buiten. Achter in de tuin, ik heb een doos van iets wat ik ooit een keer besteld heb. En die doos, dat is eigenlijk een beetje mijn spuit. Kast zeg maar. Daar leg ik de tegels in op wat piepschuim. En dan ga ik ze voorzien van sprayverf. Nou, dit is in elk geval de eerste stap van dit hele procedé. Het schoonmaken van de tegels, zodat die klaar zijn om voorzien te worden van de eerste laag verf. Nu dus het proces van het schilderen van de tegels. En dat doen we eigenlijk, dat moet een goede dekkende laag zijn. Dus we doen 1 keer zo op en neer over de tegel. En 1 keer zo op en neer over de tegel. Dus 1 keer van boven naar beneden. En 1 keer horizontaal. We beginnen horizontaal. Zodat je de hele tegel raakt. Zo. En nu van boven naar beneden. En zo schilderen we dus de tegels. Dit gaat nu drogen. Als het helemaal droog is, dan kan dit richting de laser. Even over die tegels die geschilderd zijn. Je hebt natuurlijk verschillende soorten met witte lak. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat moeten uittesten. Niet elke witte lak namelijk werkt goed en geeft het beste resultaat. Ik heb hier een drietal soorten staan. Een primer, dat is een grondverf. Deze is minder geschikt voor dit procedé. Het wil niet zeggen dat we dit niet gebruiken. Dit gebruiken we wel, bijvoorbeeld op de achterzijde van spiegels. Of als jij een canvas wilt gaan laseren, dan zul je dat canvas eerst een witte kleur moeten geven, dan een zwarte kleur. En in dat geval kan die primer prima gebruikt worden. Daarnaast hebben we een hoogglans en een zijdeglans. In de test die ik gedaan heb, bleek zijdeglans het beste te zijn.
En die test, dat is al een tijdje geleden die ik die gedaan heb. Dus dat is eigenlijk goed. Alleen die fles is bijna leeg. Toen ben ik dus naar de Big Bazaar gegaan. Ik weet niet of je die kent. Of in jouw buurt. Of ik weet niet of het een landelijk bedrijf is. Hier in Arnhem zit die in elk geval. En die Big Bazaar die heeft dus ook spuitbussen. Dat is deze hier. Even goed oppassen. Die spuitbussen zien er allemaal, bijna allemaal hetzelfde uit. En wordt alleen door dit ene woordje wordt het onderscheid gemaakt. Dit is namelijk een glansverf. Waarschijnlijk een hoogglans. Want je hebt hoogglans, je hebt zijdeglans. Deze werkt ook heel erg goed. Want de donkerte van de afbeelding op de tegel wordt bepaald mede door de soort van verf. Want ik zei al, dat is een chemische reactie. Hè? Een chemische reactie tussen die glazuurlaag die daar op die tegel zit en de verf. Dat is de reden waarom zeg maar, niet elke verfsoort werkt. Dus als je het gaat proberen en je hebt een spuitverf die voor jouw gevoel toch niet het lekkere resultaat heeft, probeer dan simpelweg eens een ander merk. En dit hoeft niet duur te zijn. Deze van die Big Bazaar die kost even uit mijn hoofd, ik dacht €2,59 of zo voor zo'n spuitbus. Ja, die van Gamma die zit op een eurotje of 6, 7 dacht ik. En die Spectrum die komt van de Action, die zit ook op ongeveer €2,50 tot €2,75 zeg maar. Let dus op dat als je dit gaat doen en je wilt een mooi resultaat hebben dat de verf ook uitmaakt, gebruik in elk geval geen grondverf, maar hoogglans of zijdeglans. Ja, en mocht de verf die jij gebruikt hebt toch niet het gewenste resultaat geven met de settings zoals ik die hier ook gebruik, dan zou ik een ander merk proberen, want dan heeft het ongetwijfeld met de chemische bestanddelen van die verf te maken. Dat wil ik je nog even meegeven in deze video. Zo, dan gaan we beginnen met eerst maar eens die afbeelding van die kleurplaat te gaan downloaden. Dit is natuurlijk niet zo moeilijk. Dit zijn dingen, denk ik, die de meeste mensen wel eens doen. Een afbeelding downloaden. Wat je doet, je gaat naar google.nl. Je tikt in Sint-Nicolaas kleurplaat. En kies dan bovenin voor afbeeldingen. Dit doe ik dus ook met die gravuren die je in het begin gezien hebt. Die van Hertog van Gelre, van Karel van Gelre. Ook dat is gewoon een afbeelding vanaf het internet. Pas wel een beetje op dat je afbeeldingen neemt die natuurlijk niet beschermd zijn door copyright en dat soort dingen meer. Ik vermoed dat degene die ik ga downloaden dat niet is, want ik heb hem op meerdere websites gezien en dat zou eigenlijk een goede reden moeten zijn om niet onder copyright te vallen. Ik pak hier die 1001 kleurplaten, dat is degene die ik pak. Het is wel apart, want hier zien we hem ook staan, staat alleen die raceauto niet op. Nou, we pakken die raceauto, Max Verstappen doet het goed, dus we gaan die raceauto pakken. Hier hebben we hem. Als we op die afbeelding staan, doen we rechts klikken en we kiezen voor afbeelding, opslaan als. En ik sla hem op in mijn map videotegel. Oh, heb ik trouwens helemaal verkeerd geschreven, zie je dat? Nou ja, goed, dat is ook niet meer erg, dit is meer een map voor mijzelf. Kleurplaat Sinterklaas, ik sla die afbeelding daarop. En dat was het al als het gaat om het downloaden van de afbeelding. We gaan even kijken in die map. En dan ben ik zo weer even bij je terug. Momentje. We gaan naar de website imager.com. Hierboven zie je het adres staan. Let niet op de reclames. Er is ook een betaalde versie van deze website, maar dat is nergens voor nodig. De reclames die laten we lekker staan. Daar blijven we mooi vanaf. Deze website biedt nog wat meer mogelijkheden dan wat we nu gaan doen. Je kunt contouren maken, puzzels maken, zelfs de achtergrond verwijderen. Zeker bij foto's kan dat interessant zijn. Of er een soort tekenfilmfoto van maken. Maar wat wij gaan gebruiken is gewoon Imager. Klik dat aan. En als we dan naar beneden gaan, gaan we een stappenplannetje als het ware zien. Oftewel deze 6, 7 stappen. Er staan 7 stappen, maar hierboven staan er eigenlijk 6. We beginnen met upload. We gaan daar de afbeelding natuurlijk uploaden die we hebben gedownload. Je zult overigens zien dat ik later toch voor een andere afbeelding heb gekozen. Iets andere afbeelding. Maar daar laten we ons niet door afleiden. Vervolgens gaan we naar crop. En dat is zeg maar om hem op de juiste maat te krijgen. Nou, ik heb al een beetje moeten steggelen. Deze afbeelding namelijk, we zien hem hier staan. Ik ga hem hier een square crop van maken. Waarom? Omdat onze tegel 15 bij 15 is. Dus hij moet precies vierkant zijn. Nou, de afbeelding die aanvankelijk gedownload was,
die, als ik daar een vierkant uit zou snijden, zou oftewel een stuk van zijn mijter en zijn staf weg zijn, of een stuk van de zak van Sinterklaas weg zijn. En dat is in beide gevallen niet mooi. Dus ik heb deze foto eerst in Paint bewerkt, zodat hij zeg maar een vierkante afmeting heeft. En dan doe ik die crop. Die crop had ik dus eigenlijk niet hoeven doen nu, omdat hij die vierkante afbeelding al is. Alleen nog niet op de juiste maat, zullen we zo meteen zien. Dus ik kies voor crop. Ga ik naar beneden, ga ik naar stap 3. We hebben hier nog steeds dezelfde afbeelding. We gaan nu naar resize. Die is wel belangrijk, want hij is nog niet in de juiste maat. Hij staat nu op pixels. We veranderen hem naar millimeters. En we zien dat hij bij 200 bij 202 is. En we gaan hem 150 maken, want onze tegel is 15 bij 15 centimeter. Dus 150 mm bij 150 mm. En de dpi, om een betere afbeelding te verkrijgen, veranderen we naar 318. Dat is eigenlijk een beetje de standaardmaat die gebruikt wordt in het 3D laseren en engraven. We klikken op OK. En nu gaan we twee afbeeldingen zien, het origineel en dat wat hij ervan gemaakt heeft. Je ziet natuurlijk geen verschil. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat het allebei wit is en noem maar op. Tekst toevoegen doen we straks in Lightburn. Materiaal gaan we wel doen. Met materiaal kunnen we kiezen voor Old, CO2, Norton en Marcin. CO2 zijn CO2 lasers. Nou, dat hebben we niet. We hebben een diode laser in dit geval. Marcin weet ik niet. Waarschijnlijk ook een technologie. Zou ik eens moeten gaan nakijken. De oude technologie. Leuk. Prachtig. Wij kiezen de Norton technologie. En ik kies daarvoor de white tile. Je hebt ook een white tile met painted black. Wat daar gebeurt is dat de tegel eerst schoongemaakt wordt. Dan een laag met witte verf eroverheen krijgt, een grondverf, en dan een laag met zwarte verf. En als je dan gaat laseren, dan laser je in feite de zwarte verf op de plekken eraf waar je dat eraf wilt hebben. Dit moet je ook in spiegelbeeld doen. Nadeel daarvan is dat zeg maar niet het glazuur, er iets in het glazuur gegraveerd is, maar dat zeg maar alleen maar de verf er in een bepaalde mate van afgegraveerd is. Zou je dus met aceton per ongeluk op die tegel komen, met zwaar schoonmaakmiddel, dan veeg je in principe gewoon de verf ervan af. En dat is natuurlijk niet mooi. Daarom dat ik kies voor de Norton White Tile methode. Dat is dus de wit geschilderde tegel. Want op dat moment, als je dat gaat laseren, dan vindt er een chemische reactie plaats, waardoor die witte verf een chemische reactie gaat vormen met dat glazuur van die tegel, waardoor het echt erin geëtst wordt. En als je dan de verf eraf haalt, kun je poetsen wat je wilt, maar je krijgt de ets er nooit meer uit. Dus het is zeg maar in principe, de afbeelding is everlasting. Oké, Norton White Tile. Ik kies oké. Dan hebben we nog maar één ding te doen. En dat is het downloaden ervan. En dat doen we als PNG-bestand. En dat PNG-bestand, dat slaan we op in die map waar we zometeen het bestand uit gaan halen om het te gaan gebruiken in Lightburn. Dat krijg je zometeen van mij te zien. Oké, dan zijn we nu in Lightburn. Het is echt te veel gevraagd om in één video het gehele Lightburn uit te gaan leggen. Dat ga ik dus ook niet doen. Ik ga simpelweg laten zien wat ik doe in Lightburn en misschien geef ik daar een stukje extra uitleg bij. Om te beginnen is het zo dat Lightburn kun je een maand lang gratis gebruiken. Na de maand zul je het moeten aanschaffen als je het wilt kunnen blijven gebruiken. En ik moet je eerlijk zeggen, als je een laser hebt, een diode laser of een CO2 laser, Lightburn is echt een fantastisch programma om mee te werken. Het kost voor een jaar, afhankelijk van de dollarkoers, maar zo'n beetje tussen de 52 en 53 euro. Je hebt dan een subscriptie voor een jaar. Dat wil zeggen dat je ook een jaar lang recht hebt op alle updates die uitkomen. Echter na dat jaar kun jij Lightburn gewoon blijven gebruiken. Met dien verstande is dat als er een update uitkomt, ja, dat je die niet zomaar kunt doen. Want dan zul je eerst weer moeten betalen een bedrag, dat is wel een laag bedrag, ik dacht iets van 30 euro of 30 dollar of zo, om die update uit te voeren. Nou, dat hoef je natuurlijk pas te doen op het moment dat die update zodanig groot is dat het echt iets gaat toevoegen natuurlijk. Dit is een gekochte versie van Lightburn, dus gewoon de legale gekochte versie. De key, de sleutel zit hier in de venstertjes. We hebben er hier vier staan, snijden, lagen, verplaatsen, bedieningspanelen en objecteigenschappen. En hier zo de kunstbibliotheek, de laser en de bibliotheek. Het aanzetten van die venstertjes doe je via venster. En dan kun je hier onderin allerlei zaken
aan- en uitzetten. En dat betreft dan balken hierboven en deze venstertjes hier. Goed, wat we gaan doen, we gaan beginnen met een vierkantje te trekken in Lightburn. Daarvoor ga ik hier linksboven naar het vierkant. Ik ga ergens hier links ergens in het vlak staan, maakt niet uit waar je begint. Je trekt een vierkant en je denkt van nou dit zal wel ongeveer 15 bij 15 zijn. En we kijken vervolgens hier linksbovenin en dan zien we dat er 138 bij 142 staat. Dat wil zeggen 13,8 centimeter bij 14,2 centimeter en het slotje is open. Dat is belangrijk, want als het slotje dicht zou zitten en ik zou deze hier bijvoorbeeld veranderen, die 138... Dan zie je dat die onderste ook verandert, dus niet handig. Dus we gaan het veranderen in 150 bij 150, want dat is de maat van de tegel. Hier moet ik hem even helemaal weghalen. Voilà. En dan zet ik hem op slot, want daarmee is dat voor elkaar. Nou wil ik die rand natuurlijk niet gelezerd hebben, dat is niet nodig. Dus ik ga hem selecteren, dus ik pak het pijltje hier linksboven. Ik selecteer hem, maar hij is al geselecteerd. En dan hebben we hieronder al die kleurtjes staan. En je ziet dat het begint bij 00 tot en met 29. En dan krijgen we T1 en T2. Nou, die T1 en T2, dat zijn degenen die we gaan gebruiken in dit geval. Want ik pak die T1. Dat wil eigenlijk alleen maar zeggen dat het een soort van raster is. En we zullen dan ook zien dat die niet geprint gaat worden. Dat zien we hier rechtsboven. Hier zien we dat ook staan. T1 in hulpmiddel. Het is een kader. Hij wordt getoond, als ik dit uit zou zetten, dan zie je hem niet meer. Zie je dat? Hij is weg. Ja. En de output, daar staat helemaal niks. Dus met andere woorden, hij wordt niet gelezerd. Dat is heel belangrijk. Het is meer voor ons een indicatie van, oké, dit is dus 15 bij 15. Ja. Alright, laten we er maar even op inzoomen. Doen we met plusje. Eventueel kan je met dat kruisje hier, kan je weer even ietsje naar het midden toe schuiven. Het maakt overigens niet uit of je hier op zo'n hoekje de hoek op de hoek zet, zeg maar. Dat is dan niet zo interessant. Wat we nu gaan doen, nu gaan we importeren. We gaan hier zeg maar zeggen, ik importeer een afbeelding. En die afbeelding die zit dus in die videotegel, deze hier. Zo. En die hadden we al de juiste maat gegeven. Pakken weer even dit pijltje. Hier zien we hem. En het leuke van Lightburn is dat als ik hem nu naar het midden van die T1 rand, dan voel je als het ware dat hij inklikt. Boom, ingeklikt. Daar zit hij. Bam. Hartstikke goed. Prachtig. Dat is goed. Ik zie dat er bovenin iets aan merkje zit of zoiets. Wat ik eigenlijk weg willen hebben. Oké, dan moet ik even kijken of dat makkelijk is. Dat moet ik even zien. In elk geval, nu moet ik bedenken of ik die afbeelding zo op deze manier wil hebben. Dus ik ga even die afbeelding weer aanklikken en ik doe rechts klikken. En dan krijg ik hier de optie Adjust Image, oftewel past het plaatje aan. Links, origineel, rechts, wat hij wil uit gaan geven. Nou, hierin kunnen we dus wat gaan spelen met zaken als de gamma. Nou is dit een zwart-wit afbeelding, hè? Dus hier valt niet zo heel veel aan te rotzooien. Maar je kan er toch wel nog mee spelen. Kijk, en als je dat nou ver genoeg doet, dan zie je ook zeg maar, wat er allemaal verandert in die afbeelding. Zie je dat? Hij staat nu op min 11. Weer terughalen naar 0. Zo. Ik zit nog steeds met dat afbeeldingje bovenin. Daar moet ik even naar kijken. Wat heel belangrijk is, is hier zeg maar de image methode. Eigenlijk is het van onder naar boven. Als je drempelwaarde doet, geeft hij de slechtste weergave. Het is in dit geval nauwelijks te zien omdat het een lijn is. Maar als het afbeeldingen zijn, dan wordt het steeds iets beter. Nou, de meest gebruikte bijvoorbeeld is krantenpapier. En die afbeelding die je straks gezien hebt bij mij, die Karel van Gelre, die heb ik als halftoon gedaan. Ik laat hem dus nu ook op halftoon staan. Even kijken. Zal ik nog wat veranderen daaraan? Ik weet niet of dat zinvol is in dit geval. Ik denk niet dat het veel uitmaakt op dit moment. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat het een tekening is met alleen wat lijnen. Terwijl die afbeelding van straks, die van Karel van Gelre, dat was even iets meer. Dat was beduidend wat heftiger wat je daar te zien hebt gekregen. Oké, dat sla ik op. Ik wil even kijken of ik dit hier weg kan krijgen.
Hoe zullen we dat eens doen? Eens even kijken. Dat is tabs adden. Dus even de vraag hoe ik daarmee omga. Heeft dat zin? Nou, laat het maar even staan. Ik kijk wel even dat ik dat eruit krijg. Dat zou ik bijvoorbeeld in Paint kunnen doen. Door hem nog even opnieuw in Paint. Maar dan moet hij weer opnieuw de imager. Laat maar even doen alsof hij er thuis hoort, ja of nee. Eén dingetje wat ik sowieso altijd even doe, is eventjes mijn eigen trademark eraan toevoegen. En die zet ik in dit geval, ik denk, links onderin. Even kijken. Daar neer. Zo. Ik ga even inzoomen om te kijken, want ook daar links onderin lijkt toch wel iets te staan, of niet? Ja, daar staat ook iets. Dus, links onderin moet er wat weg. En bovenin moet er wat weg. Of in elk geval gewit worden, zodat het wit gemaakt is. Oké. Nou, daar moet ik eens echt even naar kijken hoe we dat gaan doen. Maar ik heb dus mijn eigen initialen toegevoegd. Dat is een belangrijke stap. Zien we hier twee dingen. We zien hier een afbeelding en we zien vullen staan. Allebei zwart op 000, dus allebei heeft die laag 00. Nou, ik doe die tweede, dit is even voor de duidelijkheid gewoon, hè. Die tweede zet ik op laag 2, dat is die 01 laag. Dan moet ik even hier aan, moet ik hier selecteren, dat is waar je het mee werkt. En dan is die nu laag nummer 2. Dus dit is de blauwe. En die wil ik gevuld hebben. Dat wil dus zeggen, als je nu gaat kijken in het voorbeeld, dat is dat televisietje hierboven, dan komt die er zo uit. Zie je dat? En we zien wat dingen die we eigenlijk niet zouden willen zien. He, dus dit hier, dat daar. Beetje vlekkerigheid ook. Alright. Misschien moeten we daar toch eventjes nog even iets mee doen. Daar kom ik zo meteen, ga ik niet met je nu doen. Dat is meer voor later zorg. Wat heel belangrijk is, zijn de waardes die hiernaast staan. Dit zijn namelijk de waardes die horen bij wat je doet. En ik kan in dit geval zeggen dat wij gaan de tegel branden met deze waardes. Met een snelheid van 1000 mm per minuut. Een maximaal vermogen van 85%, zodat we niet de laser te extreem belasten. Overscan van 4%, lijninterval van 0,08, dat wil zeggen dat we in een millimeter om de 0,08 millimeter een nieuwe lijn krijgen. Dat zorgt ervoor dat die afbeelding mooi eruit komt. Je kunt ervoor kiezen om hem zo te laten laseren, maar je kan hem ook van rechts naar links. Daar zijn de meningen over verdeeld. Ik zie mensen op het internet die van rechts naar links doen en die zeggen van dat is beter. Ik persoonlijk heb hele goede resultaten met van boven naar beneden. Ook hier staat weer die halftoon aangegeven. Die pass-through hier, die zou alleen dan aangevinkt worden wanneer de instellingen al in het programma Imager gemaakt zijn. Als ik alle instellingen daar maak, dan doe ik pass-through. Dat wil zeggen dat hij hier geen veranderingen meer mag doen. Maar dat mag hij dus wel. En met deze instelling doe ik dus de afbeelding. Want dit is de afbeelding. Zal ik even laten zien. Als ik namelijk rechts klik op die 00. Dan zien wij eigenlijk alleen de afbeelding heen en weer gaan. Hier krijgen we de vulling van mijn eigen logootje. En dat doe ik met diezelfde waardes. Dus ook hier 85% bij 1000 snelheid en diezelfde graderingen hier. Hij zal dus de eerste afbeelding doen, daarna zal hij dit kleine RC hieronder doen. We zien hier nu dat output bijstaat, dat wil zeggen dit wordt dus daadwerkelijk gelaserd. Je ziet nog iets daarachter, dat is de Air Assist, maar die heb ik nog niet op mijn laser zitten. Nou, deze afbeelding kan ik opslaan, dat doe ik door bestand, opslaan als, en die sla ik dan in een map op, of zoals ik dat doe, hier in mijn NAS-server. Want in mijn NAS-server, en ik noem hem even Sinterklaas, daar kan die andere PC, die in de serre staat, die zeg maar verbonden is met mijn laser engraver, die kan ook vanuit die NAS-server werken, zodat ik niet steeds
alles op een sticky moet zetten en dan vervolgens in die andere PC douwen. Dit was het werken in Lightburn. Dit heeft nog wel wat meer voetjes in de aarde, zo links en rechts, maar dit is het belangrijkste wat we in Lightburn doen, want ditgene wat ik nu gemaakt heb, is in feite al datgene wat we kunnen laseren. Wat nog wel even belangrijk is, ik zal nog heel even dat bestand opslaan, laten zien, dat opslaan als verhaal. Als ik één stapje omhoog ga, dan moet je eigenlijk mapjes maken. Eentje met de art, dus met de kunst, dat is de kunstbibliotheek die hieronder zichtbaar is. Eentje met de fonts, dat zijn de lettertypes. Dan eentje met LBRN, en dat is de map waarin dus datgene staat wat we gaan laseren. Dat is degene die we net gebruikt hebben. Dan materials, dat is de bibliotheek van de materialen, want die hebben we hier ook. We hebben hier een bibliotheek met alle materialen. En ik kan het niet laten zien, maar er zijn alle materialen in. Er staan daar dit soort waardes, heb ik daarin staan. Zeg maar de waardes die voor mij werken om te laseren, zeg maar. Dan heb je nog een mapje met SHX-fonts. Dat is lettertypes die uit één lijn bestaan eigenlijk. Dus, en dat wil soms wel eens mooi zijn op lasergravures, niet in dit geval. En we hebben templates. Die heb ik niet, maar ik heb wel die map al gemaakt. En dat betekent dat ik in die mappen heb ik alles staan en daar weet ik dus ook van wat is. Nou, dat is wat we gaan gebruiken. Nog één dingetje. Stel we willen hier dus nu letters in hebben. Dan zou ik hier op letters klikken. Ik zou hier klikken en ik zeg bijvoorbeeld Sint-Nicolaas. Nou, dat is nog niks natuurlijk, hè, dat snap je. Hier selecteer ik dat. Ik kan dan de hoogte van de letter veranderen, waardoor het kleiner wordt. En ik zou dat dan bijvoorbeeld ergens neer kunnen gaan zetten. Ik zou het lettertype kunnen gaan veranderen. Even een klein lettertype hebben. Dit is wel mooi. Even kijken. En dan zou je kunnen kiezen om bijvoorbeeld. Even wachten, het lettertype, even dat Nicolaas eronder. Dus de enter, dan komt die eronder. Even googloeren. Het past natuurlijk net niet, hè? Dat zul je zien. Hè? Dan zou ik hem dus nog kleiner moeten maken. Even kijken. Dit zou kunnen. Kijk, en als we dan in het voorbeeld gaan kijken, dan zien we dat er ook Sint-Nicolaas op staat. Nou, ik denk dat je begrijpt hoe het werkt. Ik ga dit nog een keer opslaan. Laat ik Sint-Nicolaas maar laten staan. Misschien dat ik het nog iets wil draaien. Dat kan ook, hè. Je kan namelijk een beetje draaien. Dan even wat beter wegzetten. Zoiets. Zo. Oké. En vervolgens kan ik het weer opslaan. Gaan we weer opslaan als. In die map Lightburn. En ik had gezegd als Sinterklaas. Hier staat hij. En voilà. En in principe kan ik het nu op die andere laptop openen. Om het te gaan lezen. En dat gaan we zometeen zien. Dan zijn we eindelijk aangesloten op de laser engraver. En kunnen we vervolgens in de software Lightburn op de andere computer die ik dus in mijn Serre heb staan, het object openen. En dat hebben we inmiddels gedaan, dat kun je zien. Gedownload dus van mijn NAS server. En dat staat nu klaar om gelezen te worden op de tegel. Ik wil nog even op een paar dingetjes wijzen. We hebben hier in Lightburn een aantal venstertjes. Ik moet heel even kijken waar mijn muis zit, hier zo. Als ik daar het venstertje verplaatsen klik, dan heb ik hier een fire button. Die zullen we zometeen in gebruik gaan zien. Ik zal vertellen wat ik daarmee doe. De tweede die we zien is de kader button. Dat is deze hier. En die twee knoppen die gaan we in gebruik zien. Ik ga je even omdraaien richting de laser. Zo, we zien hier het werkoppervlak van de laser met daarin mijn zelfgemaakte haakse hoek
En daarin heb ik inmiddels ook al de tegel gelegd. Wat we gaan doen, we gaan beginnen om op die kaderknop te drukken op de computer. Waarom? Omdat ik dan ongeveer kan zien waar ongeveer de tegel moet liggen. Nou, we zien dat we iets te hoog zitten. We moeten omlaag. Maar om dat nou goed vast te stellen, ga ik nu op die fire button drukken. En ik weet niet of je dat dan kan zien. Maar er verschijnt een blauw lichtje. Dat is moeilijk te zien volgens mij. Maar in elk geval dat blauwe lichtje, dat verschijnt hier net onder die laser. En daarmee kan ik dat plaatje op de goede plek gaan leggen. Ik weet niet of je het kunt zien, maar er ligt ook een... Ik heb op de onderste gedeelte van de werkplaat heb ik een rooster geprint. En dat rooster is er dus puur voor om ervoor te zorgen dat je het keurig recht kunt leggen. Ik heb hem nu in die hoek zitten. Ik ga even opnieuw kader doen. Alleen nu hou ik de shift-toets ingedrukt bij kader. En dat veroorzaakt dat dat blauwe lijntje meeloopt. Ja, ik was nog niet helemaal tevreden. Ik moet even opnieuw kijken. Want het moet natuurlijk wel goed liggen. Oké, we kunnen nog iets naar links. Maar echt maar heel weinig. Misschien zoiets. Even die fire-knop gebruiken om te kijken van waar ik nu zit. Ja, dat ziet er nog wel aardig uit. En nog een keer kadreren. Dan zien we dat hij niet helemaal recht ligt. Nou, dat is makkelijk te herstellen. Zo, nu ligt de plaat goed. En alles wat ik nu nog doe is op start drukken. En dan gaan we de laser beginnen. Maar wel eerst voordat je dat doet natuurlijk je laserbril op. En als je in een slecht geventileerde ruimte bent, dan ook iets van een mondkapje. In mijn geval hoeft dat niet, want ik heb de serre deur openstaan. En dus kan ik gewoon aan de gang. Ik druk nu op start. En daarmee begint het laserproces. Even de camera ietsjes beter draaien. Misschien juist aan de andere kant. Iets omlaag. En dan zie je dat hij aan het laseren is. Even draaien. En dan gaan we ook zien dat hij ook daadwerkelijk iets er neerzet. Zie je dat? Oké, straks ben ik bij je terug en gaan we kijken naar het resultaat. Aan het begin van de video heb ik laten zien hoe het object wat ik gemaakt had over Karel van Gelre eruit zag. Heel veel details zoals je kan zien. En schoongemaakt en voorzien van een laklaag. Onze tegel nu is in feite ook klaar. En ziet er natuurlijk nog niet zo gelikt uit. Nou, ten eerste heeft dat te maken met de hoeveelheid detail. Met de tweede met het feit dat hij nog niet is schoongemaakt. En dat is wat we nu gaan doen. We gaan de tegel schoonmaken. Ik begin met... Ik moet even kijken of het goed te zien is. Even naar achteren schuiven, zo ja. Ik begin met wat alcohol. Isopropanol, 99% alcohol gewoon te verkrijgen. In kleine flesjes, zoals bij de kruidvat.
maar op het internet ook gewoon in grotere flessen en grotere hoeveelheden. Eerst wat ik ga doen, ik ga die tegel daarmee insproeien. En dan pak ik een schuursponsje. Zo. En daarmee ga ik lichtjes, niet te hard, want je kan namelijk ook de gravure en het glazuur ermee verknallen. Maar ik ga er lichtjes overheen met een schuursponsje. Daar begin ik mee. Dit is nog niet het eerste, het belangrijkste, want belangrijker wordt straks als we met aceton erop gaan. Maar dit is in eerste instantie eerst maar eens even een klein beetje schoonmaken. Dan pakken we een papieren zakdoekje of een papieren doekje. En we maken dit verder schoon. Als je een momentje hebt even de deur dicht doen. Zo. Oké. Maar daarmee is hij dus nog niet zoals die zou moeten zijn. Ik vind hem ook een beetje wit geworden, maar dat is nog even. We gaan eerst even zien hoe het eruit komt. Volgende stap die ik ga doen, nu ga ik aceton pakken. Kun je hier in Nederland ook in diezelfde kleine flesjes krijgen met kruidvat zoals je hier ziet. Ik haal ze uit Oostenrijk, daar krijg ik litersflessen. En ik gebruik nogal vaak dit spulletje, dit goedje. Daarmee ga ik simpelweg de restverven eraf proberen te halen. En die is er absoluut. En dus ga ik daarmee aan de gang. Zo. Pak hem even met de hand, dat werkt wat makkelijker. Moet ook constateren dat deze wat licht uitgevallen is in verhouding tot de anderen die ik maak. Maar slecht is het ook niet. Ik moet heel even in het licht houden zodat ik even kan zien hoe het zit met de rest. Nee, we hebben de verf er wel af. Ja, en als je goed kijkt, dan zie je dus keurig netjes die afbeelding. Hij is wat minder kleurig eruit gekomen natuurlijk als de versie van Karel van Gelre. Ik hou hem er even naast. Reden daarvoor heeft ook te maken met het feit dat het een gravure is, die van Karel van Gelre. Terwijl die van ons is slechts een kleurplaat voor kinderen. Hiermee zijn we er nog niet, want hij moet nog van lak voorzien worden. Bovendien heb ik hier nog een klein vlekje wat ik er eigenlijk af wil hebben. Dan ga ik even naar kijken of dat lukt. Of dat het iets is wat je niet kan. Maar dat kan ook een defect zijn in het tegeltje, zeg maar. Even nog een heel klein beetje aceton bij pakken. Oké, nou, ik denk dat het in het tegeltje zit, want anders had ik het er nu wel afgekregen, denk ik zo. En dat is niet het geval, dus het zit in het tegeltje. Klein defectje in het tegeltje, nou, kan gebeuren. Allemaal niet zo erg. Het gaat om het eindresultaat. En dat is wat we hier dus in feite zien. Dat ga ik met een laag met blanke lak nog bespuiten zometeen. En dan gaan we de video afsluiten. Maar eerst maar eens even die blanke lak. Nou, het proces van het spuiten van de blanke lak. Dat is een kwestie van simpel dan licht. Net zoals we dat met die witte verf gedaan hebben. Een laagje van links naar rechts. En een laagje van boven naar beneden. En daar gaan we. Zo. Dat was de blanke lak. Die zit erop. En eigenlijk komen we daarmee zo'n beetje aan het einde van dit proces van het maken van die tegels. Ja, lieve mensen, dit was dan de video van vandaag, waarin we hebben laten zien hoe we van een blanke tegel, een gewone badkamertegel, kunnen komen tot een geweldig resultaat. Dit is het resultaat van de tegel van Karel van Gelre. Maar dan in dit geval met een tekening van Sint-Nicolaas, die ja morgen in ons land komt. En hier hebben we Sint-Nicolaas. Ik hoop dat je het leuk vond. De werkwijze van deze tegels is bij allemaal hetzelfde. In dit geval had misschien
we toch beter niet voor de afbeelding gekozen, maar voor de lijnafbeelding gekozen. Dan hadden we de kleuren denk ik iets zwarter gekregen van de tegel. Maar het maakt op zich niet zoveel uit. Het gaat eigenlijk meer erom dat u ziet hoe je dit maakt en hoe je tot een leuk resultaat kunt komen. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot een volgende keer. Dag.